ouders, lieve papa's, mama's, opa's, oma's, opvoeders. En ook de mensen die de kinderen een warm hart toedragen. Vandaag wil ik even aandacht brengen onder de wereld waarin wij nu leven. En het zit namelijk zo. Er wordt momenteel best wel veel angst gezaaid. Of er leeft veel angst onder mensen. Vanwege gebeurtenissen, vanwege een pandemie. En ruzies en confrontaties onderling. Van mensen die de samenleving of de regels van de samenleving die opgelegd zijn wel doen. En mensen die die regels niet doen. Maar als we ieder nou in hun eigen waarde laten en respect hebben voor elkaars mening, dat de een het fijn vindt om wel een masker te dragen en de ander het niet fijn vindt om een masker te dragen, dan komen we al een heel eind. Want als we gaan kijken naar de doden van COVID-19, dan zijn er wereldwijd mensen, 800.000 doden. 800.000 doden wereldwijd. En wereldwijd worden er 8 miljoen mensen, 8 miljoen kinderen vermist. Kinderen vermist die worden gebruikt. Die worden gebruikt seksueel. Die worden gemarteld. Die worden vastgebonden. Die worden weggerukt van hun familie. Of als ze geen familie hebben van iets wat misschien nog veilig kan zijn voor ze. Maar die veiligheid wordt gewoon weggerukt bij ze. De veiligheid waar ik voor sta. Waarvan ik vind dat elk kind dat verdient. En ik denk dat alle mensen vinden dat kinderen het puurste en mooiste en zuiverste wezen op aarde. Dat die alle liefde verdient die een mensheid kan krijgen. In plaats van in angst te moeten leven, vastgebonden, gemarteld, gegijzeld. Opengesneden. Voor iemands plezier. Een wijs iemand zei tegen mij: Wij als mensheid zijn de enige, het enige ras op aarde die ervoor kunnen kiezen of wij naar het dierenrijk gaan of dat wij naar het engelenrijk gaan. En ik hoop en ik bid en ik zal mijn licht schijnen opdat de mensheid transformeert naar het engelenrijk, naar het bewustzijn, naar liefde, naar compassie, naar er zijn voor elkaar, naar elkaar respecteren, naar elkaar te luisteren, naar elkaar te communiceren, in plaats van naar het dierenrijk. Naar het dierenrijk waar gevochten wordt, een oog om een oog, tand om een tand. Gijzelen, afslachting, marteling, verkrachting, doden, bloedrituelen. Dierenrijk. Nee mensen. 8 miljoen. 8 miljoen kinderen wereldwijd.
Tegenover 800.000 COVID-doden wereldwijd. Ik zeg niet dat het niet erg is, maar waar ga jij je aandacht aan geven? Waar ga jij je aandacht aan geven? Ga jij voor de aandacht van het mooiste en puurste wezen, de parel, die groeit in de baarmoeder, de parel die geboren wordt, die je in je handen kunt hebben, die je kan verzorgen en die je liefde kan geven, die afhankelijk is van onze goedheid, die afhankelijk is van de veiligheid die wij aan de kinderen geven. Ga je daarvoor? Ga je daar je energie in steken? Ga je daar druk om maken? Of ga je je druk maken omdat je buurman wel of niet een masker draagt? Waar maak je je druk om? Om kinderen die gegijzeld worden, die vastgebonden worden, waar pennen ingestoken worden, die gemarteld worden, die gesneden worden, die verkracht worden, die misbruikt worden, die gebruikt worden. Ga je daar druk om maken? Waar is het balans? Waar is het balans? En ik hoop en ik bid, echt waar mensen, serieus, met heel mijn hart, dat de mens gaat kiezen voor het engelenrijk. En dat de mens zijn ogen gaat openen. Dat de mens zijn ogen gaat openen. En zich in gaat zetten voor iets wat, waar geen woorden voor zijn. Voor iets waar wij als een oceaan, als alle druppels tot een oceaan samen moeten komen. Om het te gaan leiden in goede banen. Hou je energie hoog door middel van goede voeding. Door middel van meditatie, door middel van intentie, door middel van jezelf in het licht te zetten, door te houden van jezelf, door jezelf goed te verzorgen, door je de naaste van je goed te verzorgen. En ik hoop dan dat wij met z'n allen dit schrikbarende probleem kunnen oplossen. En dat wij dan met z'n allen ons zorgen kunnen maken en ons druk kunnen maken om iets waar we echt iets aan kunnen doen. Om iets waar de onschuld van kinderen op nummer 1 komt te staan. En dat wij ervoor kiezen om die onschuld te bewaken, te beschermen. Zoals wij als ouders en volwassenen horen te doen.